dat jullie kijken naar deze eerste vakantievlog. Wij zijn dus net aangekomen in Zakynthos. En ik heb er echt zoveel zin in. We zijn dus nu bij het hotel, maar we kunnen dus pas om 3 uur de kamer in. Dus we gaan nu gewoon de koffers neerzetten en gewoon eerst naar het strand toe. En lekker wat eten en dan gaan we daarna gewoon naar de kamer toe. En ik heb me ook eventjes snel omgekleed. Ik heb deze jurk aan van de H&M. Deze tas van de H&M. En dan deze schoenen van Lofies. En ik zal jullie eventjes een beetje het hotel laten zien. Hier heb je dus allemaal tafeltjes. En dan heb je daar zo het zwembad met allemaal bedjes erbij. Echt heel chill. Dan heb je hier zo de kamers. Ik ben ook echt heel benieuwd hoe de kamer eruit ziet. Maar het ziet er wel echt gewoon prima uit. En we gaan dus ook eventjes kijken of we een auto willen huren of een scooter. Maar ik denk dat het toch een scooter gaat worden. Want die kun je natuurlijk gewoon makkelijker parkeren overal. Dus dat gaan we eerst even doen. En dan willen we dus naar Banana Beach. Dat zag er echt heel mooi uit. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Het was echt super lekker. En we hebben dus nu de sleutel gekregen van onze hotelkamer. We hadden dus eerst een andere. En we mochten dus kiezen of we voor 35 euro extra dan een grotere kamer wilden. Dus dat hebben we gedaan. Dus ik zal jullie eventjes een roomtour geven. Oké, hier kom je dus binnen. En dan heb je hier zo een grote regendouche. Een wc. Dan kom je hier zo en heb je een spiegel. En hier zo ook een wasbak. Dan kom je hier heb je nog een grote spiegel. Een kleine tv. Hier kan je dus je kleding ophangen. En dan zijn dit de bedden. Die matrassen van die andere bedden waren dus een stuk dunner. Dus we wilden echt veel liever deze. En dan hebben we hier nog een klein balkonnetje. Echt heel schattig. En dan kijk je hier zo gewoon uit op het hotel. En op het zwembad. En we gaan nu eventjes een paar spulletjes uitpakken en dan gaan we daar nog even naar het zwembad toe. En vanavond gaan we waarschijnlijk naar Zakynthos stad toe om bij een Italiaan te eten. Dus echt heel veel zin in. Ik ben terug van het zwembad en ik heb nu eventjes lekker gedoucht. Ik ben echt een heel klein beetje verbrand bij mijn wangen, maar dat vind ik nooit zo erg, want het is morgen toch weer bruin. En ik ga nu eventjes mijn haar feunen en krullen en mijn make-up doen en dan gaan we dus vanavond naar Zakynthos stad toe. Je hebt er dus een hele mooie haven met van die jachten, dus ik kan echt niet wachten om er naartoe te gaan. En het is hier dus een uur later als in Nederland. Het is hier nu 8 uur en in Nederland is het dus nu 7 uur. Maar ik denk dat we rond 9 uur gewoon naar Zakynthos stad toe gaan rijden en dan zijn we daar rond 9:15 en dan gaan we gewoon lekker eten. Maar ik zal jullie alvast mijn outfit laten zien. We zijn helemaal klaargemaakt en we gaan dus nu naar Zakynthos stad toe. En ik heb dit jurkje dan van de Zara aan, deze tas van de Zara en deze laarzen van Olivia en Kate.
Wij hebben dus net bij Alesta gegeten en het was echt super lekker. Je kreeg ook echt heel veel. Maar we zijn nu echt helemaal gesloopt, want we hebben echt vannacht 2 uurtjes geslapen. Dus we gaan nu gewoon naar de hotelkamer toe. En het is nu 22:45 bijna, dus ook best wel laat. Dus we gaan nu de scooter pakken en dan gaan we lekker slapen. En kijk even hoe mooi het hier is. Echt niet normaal. Goedemorgen, het is vandaag de 2e dag op Sakintos en ik vond het gisteren echt super leuk, dus ik heb echt heel veel zin in vandaag. En we gaan dus nu eventjes naar het ontbijt toe, want het is nu 9 uur. Ik heb me wel helemaal omgekleed. Ik heb dit badpak aan van Lofies en dan dit broekje van Goods Gusto. Dus we gaan nu lekker ontbijten en daarna gaan we dus met de scooter naar Kam... En daarna gaan we... Eeuw, dat beest. En daarna gaan we... En daarna gaan we dus met de scooter naar Cameo Island. Dat ziet er ook echt prachtig uit. Dus ik kan echt niet wachten om het te filmen voor jullie. Maar we gaan nu eerst even lekker ontbijten. We zijn dus nu bij Cameo Island en we zitten nu op het strand en het is echt super mooi. Het water is echt mega blauw. Kijk even hoe mooi. En hier heb je dus niet echt een strand met zand, dus we gaan dadelijk naar Hamza Beach Bar heet dat. En die ziet er ook echt super leuk uit met allemaal zitzakken en zo, dus daar gaan we dadelijk naartoe. Kijk even hoe leuk dit eruit ziet. We zijn dus nu bij Hamza Beach Bar. Echt heel leuk. En ze hebben hier dus een zwembad. En hier heb je ook nog bedjes om op het strand te liggen. Echt heel chill. We zijn terug op de kamer en het was echt heel leuk vandaag weer. We waren dus eerst naar Cameo Island geweest en daar moest je dus 5 euro voor betalen. En dan kon je dus naar het strandje toe en ook nog een bar boven. En het water was echt super blauw. Echt niet normaal. En daarna zijn we dus naar Hamza Beach Bar geweest. Daar was het ook echt heel schattig. Ik had natuurlijk ook allemaal gefilmd voor jullie. En ze hadden echt hele lekkere cocktails. Dus daar zijn we echt volgens mij van 11:30 tot 6 of zo gebleven. En daarna zijn we weer teruggereden. Want we moeten natuurlijk ook op de scooter nog een half uur terug. En net zijn we nog even bij het zwembad geweest. En nu gaan we lekker douchen en omkleden. En dan gaan we iets eerder naar Sakintostad toe. Want ik wil dus ook nog naar die boutiquejes en zo. En gisteren werd het rond 9 uur al een beetje donker. Dus we wilden even wat eerder gaan. En dan gaan we lekker sushi eten bij Madison's. Dus ik kan echt niet wachten. Wij hebben ons helemaal klaargemaakt. En we gaan dus nu naar Sakintostad toe. Maar ik zal jullie nog even mijn outfit laten zien. Ik heb deze top aan van de Zara. Je ziet dus echt heel erg mijn afdruk van mijn badpak. En dan deze broek is ook van de Zara. Mijn Jacques Mustas en dan deze laars van Olivia en Kate. En we gaan dus eerst gewoon eventjes naar die boutiquejes toe. En daarna gaan we lekker sushi eten.
terug vanuit eten. Het was echt super lekker bij Madison's. Alleen zit ik echt mega vol. Ik dacht dus echt dat we echt 4 rollen moesten bestellen. Maar we hadden er dus eerst 2 besteld en ik zit echt super vol. Maar het was wel echt heel erg lekker. Dus ik denk dat we sowieso wel terug gaan een keer. En we zijn nu op de kamer. Het wordt hier alleen echt super snel donker. Het is hier echt om 9 uur al donker. Dus we gaan nu lekker Love Island kijken en daarna gaan we slapen. En morgen gaan we dus een tour doen. Dan gaan we eerst naar de Kiri Caves. Naar Turtle Island en er nog eentje. En het ziet er echt allemaal super mooi uit. Dus dat gaan we morgen doen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het is dus vandaag dag 3 op Sakintos. En we gaan dus vandaag een boottocht doen. We gaan nu eventjes gewoon in het hotel ontbijten. En dan gaan we daarna met de scooter weer naar Cameo Island. En vanaf daar gaan we dus die boottocht doen. Ik heb er echt mega veel zin in. En ik zal jullie even mijn outfit laten zien. Ik heb dus deze bikini aan van Shein. Deze broek van Naked. En dan deze slippers van Ego Official. We zijn dus nu eventjes aan het wachten, want het is nu 11:15. En om 11 uur gaan we dus mee met die boottocht. En Mike is nu even naar de supermarkt om water en zo te halen. Want we mogen dus zo lang als we willen bij Turtle Island blijven. Dus daar gaan we natuurlijk wel wat langer blijven. Dus we moeten wel even water en zo hebben. Dus we gaan gewoon even wachten en dan gaan we dadelijk mee met de boottocht. Echt heel veel zin in. Dit is echt niet normaal mooi. Wij zijn terug van het strand en het was echt een super leuke dag vandaag. We waren dus, zoals jullie konden zien, naar allemaal verschillende grotten. We waren naar Turtle Island. We hebben alleen daar geen schildpadden gezien. Alleen bij een ander plekje hadden we schildpadden gezien. Maar het was echt super, super leuk. En we hebben daarna even lekker bij Hamza gezeten nog. En het is nu volgens mij al 8:15. Dus we gaan nu lekker douchen en omkleden. En dan gaan we dus gewoon vlak bij ons hotel uit eten. Bij de Garden, volgens mij. Zo heet het volgens mij. En dat is 20 minuutjes lopen vanaf hier. Dus dan gaan we gewoon lopen er naartoe. En vanavond gaan we dus lekker cocktails drinken. Maar nu gaan we ons eerst even lekker klaarmaken. Wij zijn dus nu bij het restaurant. Maar ik ben helemaal vergeten mijn outfit te laten zien. Maar ik heb dus dit jurkje aan van Chiquelle. En het restaurant ziet er echt super schattig uit. Kijk hoe schattig dit eruit ziet.
Het was hier dus echt super gezellig en echt heel lekker. Die mensen waren ook echt heel lief. En het was dus bij de Garden in Argassi. Maar het was echt super lekker. En we hebben dus net ook nog cocktails gedronken. En we gaan nu lekker naar de kamer toe, want het is nu 12 uur. En om 12:30 is trouwens die avondklok. Maar ik denk dat we hier sowieso terug gaan voor cocktail. Ik blijf het echt over alles zeggen dat het echt heel leuk en lekker was. Maar tot nu toe was ook echt alles echt super lekker en echt heel gezellig. Maar we gaan nu dus naar de kamer toe en dan gaan we lekker slapen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En wij zijn best wel vroeg opgestaan. We gingen om 7:30 opstaan. En het is nu 8 uur, want we gaan dus naar twee verschillende plekjes. Maar we zijn nu dus bij een bakkerij en we gaan nu eventjes eerst ontbijten. En dan gaan we daarna dus naar die plekjes toe rijden. En dat is dus wel 3 kwartier op de scooter. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar we gaan nu eerst even ontbijten. Jongens, ik schijt echt in mijn broek. Dit is echt zo eng. Ik ben nu gewoon aan het lopen, want dit is gewoon echt te stel. Jongens, deze weg was best wel eng. Maar we zijn er gelukkig. En het ziet er echt super mooi uit. Dus ik ga het even voor jullie filmen. Dit is echt niet normaal. Echt niet normaal. Oh my god. Het is zo blauw. Kwart over 1 en we gaan denk ik over een kwartiertje ongeveer naar Porto Roxa toe. Dat zit hier 3 minuten vandaan. Ik hoop niet dat we echt weer al die steile wegen hebben. En anders ga ik gewoon weer lopen. Maar ik vind het echt gewoon zonde om weg te gaan omdat het gewoon echt zo mooi is. Maar ze zeggen dat bij Porto Roxa ook echt super mooi is. Dus daar gaan we dadelijk naartoe. Mooi bed. Hele grote parasol. Ja. En daar kan je dus gewoon weer zwemmen. Echt super mooi hier. Wij gaan nu terug naar het hotel rijden. Het is dus weer 45 minuten terug. En ik hoop dat het een beetje een andere weg is en niet het van die steile wegen. Want anders ben je weer bang. En het is nu 16:30 en we gaan dus best wel vroeg weg omdat we Nederland dadelijk gaan kijken ergens. En daarna gaan we lekker uit eten. Maar nu gaan we dus eerst terug naar het hotel. Wij hebben ons helemaal klaargemaakt en we gaan dus nu naar een tentje om de hoek. Om dan Nederland te kijken en daarna gaan we gelijk naar Sakinto stad toe om uit eten te gaan. Maar ik heb dus dit setje aan van de Zara met deze tas van de Zara. En deze laars van Olivia en Kate. Nou, Nederland heeft verloren. Nu loop ik met een chagrijn. Nee, geintje. Nee, het is nu 9:30 en we gaan dus nu naar Yard of the Taste. Volgens mij heet het zo. En daar gaan we uit eten. Dus ik hoop dat het lekker is. En over 100 meter zijn we er. Ik heb mega erg honger. Dus dan gaan we lekker eten. Lekker. En we gaan nu lekker de finale van Love Island kijken. En ik heb helemaal niet op Insta gezeten, want ik wil echt nog niet zien wie de winnaar is. Dus dat gaan we nu lekker kijken. Ik ben gisteren dus helemaal vergeten om deze vlog af te sluiten. Maar dit was dus deel 1 van de vakantievlog. En ik ga dus vandaag beginnen met deel 2. Ik vond deze 4 dagen echt super leuk. En ik hoop dat jullie het ook heel leuk vonden. En we zijn hier dus nog 3 volle dagen. Dus ik ga deze 3 dagen ook echt super veel voor jullie filmen. Maar dat komt dus in deel 2. Dus dan zie ik jullie weer in deel 2.